brand. Centrum van het stadje omsingeld door waterpaden, bomen, graszand. Ze rent tot ze wint. Hallo vechtallers, ik sta hier voor Hotel de Zon. En hier in Hotel de Zon en in andere restaurants zijn er kleine, korte gedichtjes te vinden in het toiletten. Dit is een nieuw initiatief van het project Weerspiegelen en dat is nu ook in Ommen te vinden. Vivianne is de stadsdichter van Ommen en ik heb een aantal vragen voor je. Kan je mij vertellen hoe dit Weerspiegelproject is ontstaan? Het Weerspiegelproject is ontstaan eigenlijk in Zwolle door Iver van Veen en Arnold Fransen. Het is eigenlijk ontstaan omdat hij altijd 20 seconden zijn handen waste met zijn dochter en dan een liedje erbij deed. En dan dacht hij, nou, misschien voor volwassenen ook iets. En toen verzond hij van die spiegelstickers in de horeca, waar je dus in 20 seconden een gedicht kan lezen, een tekst of een gedicht. En dus tijdens het handen wassen die zeep lang genoeg tegen corona en alles en ondertussen iets moois kan lezen. En in Zwolle hangen er nu al meer dan 55 locaties hangen er dus stickers overal. En ik deed er dus aan mee. En toen dacht ik, ja, dit moet ook hier gewoon in Ommen komen. Dus toen ben ik dat gaan organiseren, zeg maar. Ik heb dan contact opgenomen met Ivar en die was gelijk enthousiast. En ik heb ook contact opgenomen met de gemeente, die was ook enthousiast. En op zo'n manier is het dus ontstaan. Toen heb ik dus een oproep gedaan om teksten gedicht in te sturen. En nu hangen ze er. Er hoefden niet alleen gedichten in worden gezonden voor de teksten. Wat voor soort teksten mochten er ook allemaal worden ingezonden door mensen? Je kon alles insturen als tekst. Dus bijvoorbeeld Wordslam, songteksten, dat mocht van alles zijn. En je ziet er wel verschillen in inderdaad wat ze stuurden. De meeste zijn wel gedichten. Maar dat mocht dus alles zijn als het maar fijn was om te lezen, zeg maar. We gaan nu de proef op de som nemen. Ik ben samen met Vivianne in het toilet. En we gaan haar kort gedicht voorlezen terwijl ze haar handen aan het wassen is. En ik ga timen hoe lang het duurt. Ja. 1, 2, start. Wulps waakt het sierlijk over de vecht. Snavel wijst, overkant witte kerk, blauw omrand. Centrum van het stadje omsingeld door waterpaden, bomen, graszand. Ze rent tot ze wind voelt. Van vlieger tot hoger, tot dalen, vallen, rens weer. Vlieger omarmt de wulp, dwarrelt naar beneden, opluchting. Met een lach in mij geprent, naar Ommen kijken. En stop. Het was langer, hè? Het was wel langer. Ja, maar voorlezen duurt langer. Mijn gedicht is toevallig een beetje langer. Hij is 39 seconden. Oh. Hallo Co, u bent wethouder van Ommen. Was u gelijk verkocht door dit idee naar Ommen te brengen? Nou, je weet dat als Viviane Rozen met een idee komt, dat het altijd de moeite waard is. Dus ook nu weer werden we heel snel enthousiast. We hebben met Viviane een geweldige stadsdichter. En een stadsdichter is niet alleen maar iemand die zorgt voor een gedicht, maar die zorgt voor veel meer. Voor leuke projecten, voor reuring. En dit is weer zo'n mooi voorbeeld. Waarom vond de gemeente dit juist een goed idee om het ook in Ommen te laten zetten? Ja, Ommen staat voor groen, gastvrij en geïnspireerd. Nou, groen, dat laat zich hier al zien. Ja, we weten dat in coronatijd grote problemen zijn, zowel in de horeca als in de kunstenaarssector. Het gastvrije en het geïnspireerde. En dan zie je zo'n fantastisch idee dat dus mooie gedichten en andere uitdrukkingen in de horeca kunnen worden opgehangen. Dus dat combineert fantastisch. Dus daarom vonden we dit zo'n geweldig mooi idee. Ik zit hier met Erna Bouwhuis en zij is een van de dichters van het Weerspiegelproject hier in Ommen. Kan je mij vertellen hoe je hier terecht bent gekomen en het gedichtje hebt ingezonden? Nou, dat is via Vivianne Roos, dat is de staddichter van Ommen. En ik heb vaker zeg maar, met haar meegedaan in projecten als we dan voordragen bij de herberg in Ommen. En ze wist van mijn dichtkunsten, om het maar zo te zeggen. En toen heeft ze mij ook benaderd en ik zag het. Ook voorbij komen op social media natuurlijk. En toen dacht ik, nou, dat ga ik meedoen. Waarom heb je gekozen om dit gedicht te schrijven? Ik heb gekozen om dit gedicht te schrijven, omdat dat ook bij me past hoe ik in het leven sta. Ik wil toch graag een boodschap uitdragen. En ook wat er binnen in mij beweegt en wat zich in de maatschappij afspeelt. En ik ben eigenlijk altijd met ontwikkeling bezig, zelfontwikkeling. En dat weerspiegelt ook mijn gedichten.
Ik zal hem ook voordragen. Het gedicht heet Werkelijk zien. Kijk naar wat je ziet. Zie wat er is. Het zicht gespiegeld weerkaatst het beeld wat er is. De geest in de spiegel laat het je zien. Een beeld wat spreekt. Het spreekt naar de mond. Naar de mond van de stem in je hoofd. Vul de stem met muziek. Vul je hart met blijdschap. Verdrink in die mooie ogen. Neem mee wat je ziet. Spiegel dit uit naar de overkant. Daar aan de bar waar ik zit. Ben je ook benieuwd naar alle korte gedichten? Kom dan vooral langs bij de horeca in Ommen. Dit kan bijvoorbeeld bij de herberg Dolce Vita of hier bij de Vechten.